Nog een bedrijf dat bij het innovatiecentrum is gaan aankloppen om subsidies los te krijgen is Hydrix, hier op de Noorderlaan. Het Antwerps bedrijf is wereldspeler op het vlak van onderwaterherstellingen aan schepen. De hoogtechnologische innovaties volgen elkaar hier aan een zeer hoog tempo op. Flocking to the sea. Een duiker krijgt een opleiding bij Hydrix. Hij moet in een tank gevuld met water de schroef van een schip polijsten. Hydrix heeft allerlei vernufte technieken ontwikkeld om zeeschepen onder water schoon te maken en te herstellen. Bijvoorbeeld als de rubberen afdichting van een schroef begint te lekken. Hydrix heeft daarvoor een systeem ontwikkeld dat over die schroef wordt geplaatst. Bestaan uit een PVC flexibele habitat, zoals wij noemen, of een rubberzak, een grote rubberzak, een ballon. Waar lucht in geblazen wordt, het water wordt eruit gedrukt en onze mensen kunnen dan onder water droog de rubberafdichtingen vervangen. Of er nu een olietanker in de problemen komt in het Panamakanaal of op de Indische Oceaan, Hydrix stuurt meteen een ploeg om de herstelling ter plaatse uit te voeren. Vorige week bijvoorbeeld zijn er jongeren gekomen van Port-Gentil, Gabon, West-Afrika. Op hetzelfde moment waren we in Curaçao werken aan het uitvoeren, ook in Florida. En dan een aantal werken hier in Noord-Europa, in Polen. Dus dat kan al, maar dat kan morgen ook veranderen dat er een ploeg vertrekt naar Singapore of Hongkong. De onderwaterherstellingen zijn erg duur, maar toch is het voor een rederij soms goedkoper dan naar een droogdok te varen. Als er een herstelling nu moet gebeuren aan een schip, dan moet dat naar een droogdok varen. Het droogdok moet vrij zijn, er moet een droogdok in de haven zijn, in de buurt enzovoort. Dus dat kan al snel een tiental dagen bijvoorbeeld duren. Dat wil dus zeggen dat we dan spreken over getallen van 250.000, 300.000 euro. En dus is het aan Hydrix om constant nieuwe oplossingen te bedenken om de schepen op volle zee uit de nood te helpen. En als die oplossing niet 300.000 euro, maar bijvoorbeeld 250.000 euro kost, dan is dat een besparing voor die rederij van 50.000 euro. Nu, als je zo van die oplossing kunt uitdenken die dat zoveel mogen kosten, dan kun je natuurlijk heel creatief zijn. En dat doet Hydrix. Hydrix spendeert zo'n 200.000 à 300.000 euro per jaar aan onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast heeft het bedrijf al meermaals subsidies gekregen van het IWT. Ook als een idee achteraf niet realiseerbaar bleek te zijn. Het einde van de rit is gebleken dat eigenlijk de oplossing die zij in gedachten hadden niet mogelijk was, niet haalbaar was. Toch hebben zij de subsidie gekregen omdat dat eigenlijk de filosofie is van de Vlaamse overheid. Het steunen van innovatie is mee het dragen van een risico. Dus ze hebben wel de subsidie gehad, maar het geeft wel treffend aan hoe dat de Vlaamse overheid bereid is om mee het risico van een ontwikkeling te dragen. Voortdurend innoveren is broodnodig om de concurrentie het hoofd te kunnen blijven bieden. Het belangrijkste is om vanaf het moment dat we klaar zijn met research and development, het zo snel mogelijk op de markt implementeren en dan zorgen dat heel het netwerk dit heeft, dus dat je die voorsprong behoudt. Maar we weten daarom dat we ook moeten blijven innoveren, want het zal gekopieerd worden. Dus we moeten morgen terug met een nieuwe techniek komen, dat we de rest van de markt voorblijven. Nog om de concurrentie voor te zijn, is Hydrix volop een internationaal kantorennetwerk aan het uitbouwen, zodat de duikploegen nog sneller ter plaatse kunnen zijn. Personeel vinden is echter niet evident. We zijn dagelijks op zoek naar nieuwe mensen, zeker voor ons duikteams. Dus jonge mensen die op zoek zijn naar avontuur, die wereldwijd willen werken met jonge teams. Zeker niet eenvoudig. We zoeken een combinatie van dat internationale karakter, maar ook toch ergens een technische opleiding. Jongens die een lasopleiding of andere technieken hebben geleerd, is toch wel belangrijk. En er zit nog meer werk aan te komen, want Hydrix heeft nu een filter ontwikkeld om het vuil dat loskomt bij het schoonmaken op te vangen. Daardoor zullen ze nu ook in havens waar het vroeger om milieuredenen verboden was om schepen schoon te maken, aan de slag kunnen. Be safe.